Dames en heren, vandaag heb ik een fantastische training voor u, want ik ga u stap voor stap laten zien hoe dat je Facebook en Instagram advertenties maakt voor beginners. Ook al heb je totaal geen technische kennis, nog nooit een advertentie gemaakt. Vandaag wordt alles duidelijk. Naar aanleiding van mijn vorige video's omtrent Google en YouTube advertenties hoe dat je daarmee start. De positieve feedback heb ik besloten om ook mijn kennis en mijn strategie, mijn stappenplan te delen met u vandaag, hoe dat je doet op Facebook. Vooral duidelijkheid, mijn persoonlijke carrière is gestart met. Facebook-advertenties. Ik had geen kennis van Google, YouTube-advertenties. Ik ben gestart met Facebook-advertenties, dus ik ben super-excited om dit met u te delen, want dankzij dit, met alleen Facebook en Instagram te doen, wat ik vandaag exact gaat leren, ben ik van nul naar 30.000 euro per maand gegaan in zes maanden tijd. Dit heeft voor miljoenen en miljoenen en miljoenen euro's gezorgd voor klanten van mij en voor heel wat centjes met als gevolg voor mezelf. Dus ik heb vandaag iemand meegepakt... Meegepakt. Gij is eigenlijk gewoon naar hier gekomen. Ja. Ilias, als je de video nog niet gezien hebt met Ilias, Ilias is een succescoach van Excuus, de best betaalde, best betaalde werknemer de van rijkste. Vlaanderen, de rijkste, rijkste Vlaming. Nee, dat is niet waar, maar het is een fantastische kerel die dat wij in de afgelopen twee jaar, hij werd ondertussen een goed jaar bij ons gevocht, ja. mij al meer dan twee jaar, ja. um, die de technische kant doet van advertenties, die er een ongelooflijke krak in is, die ongelooflijk goed weet hoe alles werkt. Niet alleen dat... Je hebt ook opleidingen gevolgd bij letterlijk de grootste, der grootste adverteerders op Facebook, Instagram, YouTube, yep. Google van de wereld, volgens mij. Dat we, zoiets, ja, toch? Ja. We hebben Boar. er heel wat centen in gestoken. Ilias is altijd trainingen blijven bijwonen. We hebben heel veel tijd en geld gestoken om te zorgen dat Ilias begrijpt hoe een Facebook-advertentie werd en hoe advertenties in het algemeen werken. Hij gaat het technische gedeelte doen. Ik ga uitleg geven, hij gaat uitleg geven. Dit wordt een gewone, leuke wisselwerking. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is uit hier. Mijn missie is om een miljoen mensen leven te veranderen. Dat begint met dat van u. Dus ik hoop dat je er vandaag iets aan hebt. Ik wens je alleszins veel succes. Volg me mee en maak je vooral geen zorgen. Gewoon open-minded zijn. Ik denk, alle het beginnen is moeilijk, toch? Altijd. Altijd. Zijn jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar Let's voor. Let's go for it. Nice. Let's go. Goed. Eerst en vooral, Facebook is eigenlijk een vrij complex... Platform, mag ik dat zeggen? Ja, het is niet van het simpelste, maar eens dat je er ermee weg is, valt het goed mee. Juist, maar ik kan mijn beelden voor mensen in het begin is dat echt super overweldigend en dat is normaal, daarom dat we het zo simpel mogelijk proberen te maken. Disclaimer: Facebook verandert volgens mij zijn uiterlijk. Oh. Om de 17 minuten. Ja, zoiets. Dus de kans is realistisch dat tussen het moment dat wij deze video maken en het moment dat de video online staat, dat het er al net iets anders uitziet. En dat is iets waar we gewoon mee moeten leren leven, want ze veranderen continu van layout, De knopjes die op plaatsen veranderen. Maar daarom dat ik altijd zeg: focus je niet op de technologie, focus je meer op de psychologie. Als er bij ons staat: klik op, ik geef een voorbeeld, een bedrijfsmanager, dan die knop verandert niet. Er zal nog altijd bedrijfsmanager staan, alleen in plaats van dat het link staat. Staat het misschien rechts? Ik vind het belangrijk om dat mee te geven, Ilias. Want ja, jij hebt ondertussen meer dan, meer dan over 300 mensen hun accounts gezien van onze cursisten. Je hebt waarschijnlijk duizenden accounts gezien van de klanten van onze cursisten. Yep. Je ziet dat het voor iedereen dan ook weer al iets anders is. Dus altijd. dat is even een disclaimer. Ja, en de juiste disclaimer: het is inderdaad waar we gaan altijd. Want als een klop zegt start, of dat zit er bij mij aan de slag, dat is hetzelfde. Gewoon altijd denken: waarom klik ik op die knop? Hier ook vandaag, waarom klik ik op die knop? Dat is belangrijk. Waarom klik ik op die knop? Dat is een goede, is een goede vraagstelling, by the way. All right. De eerste stap dat we moeten nemen is een business manager. Exact. Toch? Want anders gaan we nergens komen. Wat is een business manager? Een business manager is eigenlijk waar dat jij al je klanten gaat in beheren, waar je je eigen advertenties gaat in runnen, maar waar dat je dus ook de advertenties van je klanten gaat runnen, om het zo te zeggen, dus adverteren voor je klanten, en daarvoor hebben we. Een business manager nodig. Klopt. En een business manager is eigenlijk, eigenlijk, als ik het simplistisch mag samenvatten, een business manager is niks meer als gewoon in één overzicht al uw klanten hebben, al uw advertenties hebben in één simpel platform in plaats van in ja. te loggen, uit te loggen. Dat is eigenlijk, eigenlijk zou ik het kunnen samenvatten: als ik op uw Facebook privé profiel wil, dan moet ik uitloggen uit het mijne en inloggen op het uwe. Mijn bedrijfsmanager is alles gewoon in één ja. platform gestructureerd. Da Lijkt dat goed uit? Ja, exact. Het is exact <laughs> wat je zegt. Klopt helemaal. Let u daarin dat je elke keer moet uitloggen per klant. Oh my god, <laughs> en dat als je 100 klanten hebt. Oh, ja. All right. Dus eerste wat we dus moeten doen is een Facebook Business Manager aanmaken. Oh my yes. god, een Facebook Business. Business, wat? Ja, yep, inderdaad. Facebook is een ongelooflijk platform voor startende ondernemers, voor bedrijven die willen groeien, die ambitieus zijn en. De manier waarop ik hier geld mee we zijn twee aspecten. Nummer één, ik heb het gedaan voor andere bedrijven. Right? Dus ik adverteerde voor andere bedrijven die op zoek waren naar meer leads, omzet, klanten, winst. En nadien heb ik het ook voor mijn eigen bedrijf, excuus geïmplementeerd, en, um, om het voor onszelf te runnen. Dus voor alle duidelijkheid. Facebook Business Manager. Je hebt een bedrijf nodig. Logisch. En daarvoor moeten we starten. Nu, voordat je, je een bedrijfsmanager moet. Ik vind het belangrijk om mee te delen. Voordat je, je een bedrijfsmanager kunt, kunt aanmaken een privéprofiel nodig. <laughs> ik zou zeggen, waarschijnlijk een privéprofiel nodig, dat, dat, dat blijft een feit. Maar wie heeft dat vandaag niet? Wie, ja, ik, ik, ik ken er. Bijzonder, maar Echt? waar? Maar dus, we hebben een, een privéprofiel nodig. Je kunt, de ideologie van Facebook is: achter elk bedrijf staat een persoon. En dus, je hebt een privéprofiel nodig om je te identificeren als bedrijfsleider. Correct. Simpel. Exact. Dus. Ja. Um, van daaruit gaan we naar business.facebook.com En Ilias gaat u uh, laten zien, exact laten zien waar dat je moet klikken en hoe je moet klikken Yes, inderdaad Dus als we op die site zijn, dan gaan we dan ook in de beschrijving hieronder Ergens zetten die link, zodat je er gewoon maar op hoeft te klikken uh, Maar dan klikken we eigenlijk heel simpel Je komt op soortgelijk menu hè. Alles, alles wat je ziet, soortgelijk menu En we klikken eigenlijk op aan de slag En ik heb alles al opengezet voor u uh, Als we aan de slag klikken, dan kunnen we hier kiezen voor aan te melden of we kunnen kiezen voor een nieuw account maken. In 99% van de gevallen in het begin hè, een account aanmaken. En dat gaat u eigenlijk gewoon heel simpel brengen naar Facebook, uw privéprofiel, waar je dan inderdaad moet gaan op inloggen. Klopt. Wat belangrijk is, is als je gaat adverteren voor andere ondernemers, zowel die ondernemer als jijzelf hebben een bedrijfsmanageraccount nodig. Correct. right anders kun je de advertenties niet runnen voor hun op een goede, constructieve en overzichtelijke manier. Um, als je het voor jezelf doet, ja, gewoon de stappen meevolgen. Dus wat je voor jezelf doet, doet je ook voor andere klanten. Als je klanten binnenhaalt en daar Facebook ads voor runt. Als jij je, uh, voor jezelf runt, gewoon de stappen meevolgen. Exact, exact. En dus als we een account gaan aanmaken, en ding gelogd en de twee-stapsverificatie van Facebook, heel die Bataclan, dan komen we op dit menu. Of nogmaals, soortgelijk menu. Waar je ook weer eigenlijk gewoon de stappen moet volgen van Facebook, is dat je moet je bedrijfsnaam of accountnaam opgeven. Je kunt al die zaken nog wijzigen. Um, en je voert je e-mailadres in. En dat moet ook een bestaand e-mailadres zijn, want je gaat, als je de stappen volgt, ga je een e-mail krijgen van Facebook waar je gewoon je account eigenlijk moet bevestigen dat je het hebt aangemaakt. Klopt. Oké. Okay. Dus, men maakt een account aan op bedrijfsmanager. Zowel de klant doet dat als jij zelf, als je geen agency hebt. Klop. Of in uw geval, als je een ondernemer bent, dan dus het voor uzelf. Je krijgt een e-mail, je bevestigt dat, als ik het goed begrijp. Exact, exact. Klopt, Mooi. volledig. waar komen we uit als we dan geverifieerd zijn? Waar ba komen we precies uit? We komen uit in een soortgelijk menu als dit. Jij ziet hier, dat zijn eigenlijk bedrijfsinstellingen. Mm -hmm. Zoals je kunt zien. En je ziet hier een hele Bataclan van allemaal informatie, maar geen paniek. Stap voor stap. <laughs> stap voor stap. Eigenlijk het eerste is het belangrijkste. is, je ziet hier, hier ziet je eigenlijk je bedrijf. Dat is je bedrijf. En je ziet altijd hieronder staat je account. Dat is je privéprofiel. Maar we willen uiteindelijk adverteren onder je bedrijfsprofiel. Ja, dat is het belangrijkste. Um, wat valt daar eigenlijk over te zeggen? Los van alle. Integraties en tools dat er staan, er zijn ook twee overweldigend. overweldigend. Er zijn ook twee belangrijke stappen. Ik kan mij zo al de paniek in de, in de ogen van mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Ik zie de paniek in hun ogen en dat is echt voor niks nodig. Je nee. staat er niet alleen voor, we nemen nu mee stap voor stap. Be open minded. Be open. Be open -minded. Mensen en personen. Twee uh, mensen en partners, sorry, dat zijn twee verschillen. Klopt. Uh, het belangrijkste verschil daarin. Um, is... je hebt mensen en mensen dat voeg je eigenlijk toe van stel, excuus. Jij zei CEO, ik kom daarbij en omdat ik de advertenties run, dan wilt jij, jij mij gaan toevoegen hier en wil je mijn e-mailadres toevoegen. Zodat ik een mail krijg, zodat ik ja. medewerker ben, misschien meebeheerder, dat kun je dan nog zien. Maar dat is omdat ik in het bedrijf zit en ik, we hebben samen een agency en we willen samen adverteren. Dat is eigenlijk het, het ding van. wanneer ja. je mensen uitnodigt. Het tweede verschil, is als je echt een agency hebt. Een je... agency is, jij gaat advertenties runnen voor andere exact, bedrijven. Ja. Inderdaad. Goed dat je dat aanhaalt. Als jij gaat adverteren voor andere bedrijven, jij bent geen personeel van dat bedrijf. Jij kunt samenwerken, maar je bent geen personeel. En als jij morgen met 100 klanten zit, je wilt niet met 100 verschillende bedrijfsmanagers zitten. Om het zo te zeggen, dus je gaat iemand toevoegen als partner. Klopt. En dat vinden we hier terug onder het menu partners. Ja, dat is zoals een zakenpartner. Hè? Een, uh, we gaan partneren met andere bedrijven, wat super belangrijk is. En dus dat kunnen we onderverdelen onder het tabblad partners. Ja, yes. Meer is het niet. Dat zijn twee bedrijven die met elkaar gaan partneren. En ja. zoals gezegd, kan ik stellen bij mensen dat, ze, dat het over het algemeen ofwel freelancers zijn die voor je bedrijf adverteren, voor de bedrijven waar jij bij partnert. Of personeel uh, die voor u werken, die dat jij selecteert van ah, deze persoon bijvoorbeeld in mijn geval, excuus. Um, Ilias, jij krijgt als personeel van mij toegang tot vijf accounts van een klant van mij. Maar die andere vijf die zijn voor bijvoorbeeld Janneke. En dan de andere vijf zijn voor Mieke. En is dat... Exact. Oké, okay, mooi. Exact. Oeh. We snappen het nog altijd. <laughs> we snappen mooi. het zelf ook nog. Dat is het <laughs> belangrijkste. Dus als we dat weten, dan is er een volgende stap? Dan is er inderdaad de volgende stap. Um, bedrijfspagina's. Bedrijfspagina's, inderdaad. Laten we inderdaad daarmee van start gaan. Vooral dat jij gaat adverteren voor andere ondernemers, is mm -hmm. altijd aangewezen voordat je zelf een bedrijfspagina voor die andere ondernemers toevoegt. Het is belangrijk dat je zelf een bedrijfspagina hebt. Dat is, toch is, dat, ook... is dat noodzakelijk? Dat is niet noodzakelijk, maar dat is wel aangeraden om uh, kwestie dat je zelf ook mee bent met de zaak. Dan heb je het ook al eens zelf gedaan. Klopt. Al die dingen. Dus... wilt jij zo vriendelijk zijn om mensen te laten zien waar dat ze hun eigen bedrijfspagina maken en ja. waar dat ondernemers waar dat ze met ze zouden samenwerken? Hoe dat zijn bedrijfspagina aanmaken? Ja, eigenlijk heel simpel. We gaan gewoon naar Facebook, naar uw privéprofiel. Hè. We gaan naar Facebook en als jij hier zit, dan kun je hier klikken op meer weergeven. En dan helemaal onderaan, en dat gaat misschien ook weer veranderd zijn, maar helemaal onderaan bij pagina's, daar klikken we op en dan kunnen we een nieuwe pagina aanmaken. En van daaruit is het eigenlijk heel simpel. We kiezen een pagina naam, we volgen eigenlijk gewoon heel simpel de instructies van Facebook. En wanneer het helemaal staat opgesteld. Wat we dan doen is bovenaan de URL van die pagina gaan kopiëren. Naar bedrijfsinstellingen gaan. En hier kunnen we dan gaan naar. Ik wil heel kort ja, even uitzoomen. Ja. Als je terug naar je pagina wilt gaan. Ja, ja. Met uh, waar dat is. Lieve mensen. We kunnen je handje vasthouden. We proberen dat ook echt te doen. Om je de context. Om echt duidelijk te maken. Hoe advertenties runt. Maar dit. Om hierover te gaan, er zijn 1 miljard video's die u exact vertellen hoe je een, een correcte Facebook-bedrijfspagina maakt. Facebook zegt u letterlijk wat jij moet, moet doen. Kies uw bedrijfstamp, kies een omschrijving, zeg wat je doet. Kies een omslagfoto, kies een profielfoto. Ja, dat zijn voor, vanzelfsprekende zaken. Als je een ondernemer wordt of wilt zijn of zijt, Ja, dan moet je soms een beetje je creativiteit gebruiken en stapjes kunnen volgen. Dat is waar ik zeker van ben dat je kunt. Dus voor dat gezegd zijnde, als het goed is, volg de gewoon simpele stappen van Facebook. Je kunt hier. Ik heb nog nooit iemand geweten die daarmee mis is geweest. Als je weet waar een pagina staat, dan weet waar je ze moet maken. Ik heb nog nooit geweten, iemand geweten die een verkeerde pagina maakt. Dus als je dat gemaakt hebt, dan kun je inderdaad, zoals Ilias zegt, de URL, de URL is in je zoekbalk, hier. dat gaan kopiëren. Ja. Hier gaat die inderdaad komen te staan. Kopieert die. Je gaat dan inderdaad naar pagina's. En die van mij die staat er al tussen. Maar je klikt hier op toevoegen. En mogelijk, dat is nog altijd wel hetzelfde gebleven, mogelijk staat er hier van... In het midden gewoon een blauwe knop toevoegen. Als je al iets hebt, dan kun je hier klikken op toevoegen. En dan kun je hier letterlijk de naam... Meestal vind je het ook bij naam, maar ik ben gewoon fan van de URL. Dan zijn er zeker geen misverstanden. Klopt. En ik klik op pagina toevoegen. Voilà. That's it? That's it. My god, dus als, als het goed is... Ik, ben een, ik heb een marketingbureau, ik heb nu mijn eerste klant binnen. Ik, run ads, of ik wil ads runnen op Facebook voor een klant. Als het goed is, dan heb ik nu mijn eigen business partner gemaakt. Ik heb een business, een business manager gemaakt. Ik heb een business manager account gemaakt voor de klant, of de klant had alleen. Ja. Ik heb een pagina gemaakt voor mezelf en of de klant. Correct. Ik heb die nu ook gekoppeld aan mijn eigen business, aan het business manager account van de klant of van mezelf. Dit is allemaal juist. We zitten goed. Die, die stap moeten we nog wel even doen. Is, is inderdaad als agency zijn een, 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 een partner gaan toevoegen? Juist. Misschien dat we daar inderdaad nu al eens over kunnen gaan. Oké. Okay. Um, Eigenlijk heel simpel. Jij hebt je bedrijfsmanager, de klant heeft zijn bedrijfsmanager, dat heb je goed uitgelegd. We gaan naar onder. In ieder geval de klant moet dit doen als hij wil toegang verlenen tot bedrijfsmiddelen, gaan we naar bedrijfsgegevens. Om even terug te recapituleren, waar kunnen mensen dit echt vinden? Stel, ze zien iets totaal anders. Ze weten niet hoe dat je dat overzicht krijgt. Hoe raken ze daar? Het hamburgermenu. Ja. Het befaamde hamburgermenu, gelijk wij het noemen, alle hulpmiddelen. Daar moet je altijd gaan naar bedrijfsinstellingen. Okay. Dat is waar je alles instelt Mooi. ten alle tijden. Um, en als je daar bent, inderdaad helemaal naar onder bedrijfsgegevens. En dan klikken we hier op het bedrijfsmanager ID. Nu hebben we een ID Mooi. en daar kunnen we gaan kopiëren. Hier is een belangrijke nuance. Dit vind ik belangrijk om je mee te delen. Dit is begrijpen. Als je notities pakt, dan zit het de fucking slim dan zit al vijf stappen voor op iedereen. Als je notities pakt, dan wil ik dat je dit noteert. Je hebt het bedrijfsmanager ID nodig van uw klant. Correct. Nieuw eigen ID. Jij moet de klant zijn bedrijfsmanager ID kopiëren en toevoegen in je account. We laten nu zo zien hoe dat je dat doet. Dus dat betekent dat als de klant zijn eigen bedrijfsmanager gemaakt heeft, zoals we net gedemonstreerd hebben, de pagina's zijn toegevoegd of zijn pagina is toegevoegd, etc. Dan gaat hij gewoon naar het hamburgermenu, menu. je klik bedrijfsinstellingen, je scrollt naar beneden, naar bedrijfsgegevens, zoals we ook net aan het tonen zijn. Daar kopieer je. Of daar laat je de klant zijn bedrijfs-ID kopiëren. Of als je het voor de klant doet, kopieer de ID. Ga dan naar je eigen account. En dan, Ilias, gaat u tonen wat je moet doen. Exact. Je wordt inderdaad heel goed op weg. Ga naar je eigen account. Ga naar partners. Want we stellen ons voor dat het een agency is. En we klikken hier op toevoegen. Ja. En we geven. Onze partner, de klant, geeft ons agency toegang tot bedrijfsmiddelen. Ja. En hier plakt je dan het ID. Maar zoals je hier al melding ziet staan. Je hebt je eigen bedrijfsmanager ID <laughs> ingevoerd. Dus je kunt eigenlijk al niet. Ik, ik zie het zo, ik zie, ondanks dat ik het probeer het duidelijk. Hè, ik zie mensen nog altijd die voor hun eigen adverteren, nog altijd hun eigen ID koppelen en hun eigen als partner toevoegen. Dat is niet de bedoeling, nee. dat is niet noodzakelijk. Dan krijg je de foutmelding van Facebook en dan moet je je geen zorgen maken. Het is enkel alleen als je een marketingbureau hebt of advertenties runt voor andere bedrijven. Correct. Goed, de volgende stap: een advertentieaccount. Het belangrijkste, nou eigenlijk, eigenlijk ja. het allerbelangrijkste. Eigenlijk Zonder een advertentieaccount geen ad. <laughs> Want dan wordt Facebook niet betaald. Nee, inderdaad. En dan... Nee, Facebook is een no-go anders. Uh, dat is helemaal correct. En, en net zoals daar, je hebt zelf geen advertentieaccount nodig voor het adverteren. Klopt. Maar het is ook weer wel aangeraden. Je hebt het toegevoegd, je hebt dat eens gedaan. Al die dingen. Daar ben ik het, daar ben ik het wel effectief mee eens. Dus ondanks dat het allemaal niet nodig is om het voor jezelf te doen, los van een business manager te hebben, is het allemaal niet nodig om een pagina te hebben en om een, uh, een advertentieaccount te hebben, no. maar wel aanbevolen. Ik bedoel, je gaat voor iemand iets doen, maar je hebt het zelf nooit gedaan. Doe het eerst bij jezelf een keer, dan heb je dat zo een keer feeling. Ja. Dat vingerspitsengevoel. Nee. <laughs> dan hebben ze dat vingerspitsengevoel en dan kunnen, ze, uh, <laughs> dan kunnen ze van daaruit verder. Uh, dan weten ze dat het werkt en dan kunnen we inderdaad verder naar uh, de stappen te volgen. Een advertentieaccount. Wat is een advertentieaccount, Ilias? Dat is het letterlijk vertaald het account waarop je gaat adverteren. En dan het zij voor jezelf, het zij voor je klanten. Ja. Waar al uw ads inkomen, advertenties. En om daar een klein ding aan toe te voegen, je zegt dat heel mooi. Daaraan koppelen we de betaalmethode. Ah, uiteraard. Zonder betaalmethode geen ads. Nope. Facebook moet betaald worden, er moet een betaalmethode gekoppeld zijn. Zij moeten zeker zijn van hun geld. Logisch exact. langs de kant. Dus elke klant heeft een advertentieaccount nodig waar hij of zij zijn of haar bankgegevens, creditcard, PayPal aan koppelt. Nieuw eigen. Ik, zie soms, ik heb soms, soms denk ik ja. dat sommige marketeers onder de grond leven of gewoon <laughs> zot aan het worden zijn. Uh, ik zie dat vaak voorkomen. Ik zie zelf cursussen die dat promoten. Is dat jij de advertentiekosten op u neemt, dus mm -hmm. uw eigen creditcard koppelt aan een advertentieaccount van de klant. Oh. En dan zie je dat dat, de, dat, dat verkeerde tafereel is. Schiet dan eigenlijk gewoon honderden, soms duizenden oh, euro's ja. per maand voor. En wat als die klant niet betaalt? Dus ik wil u aanbevelen, een sterke aanbevelen, als je advertenties runt voor iemand anders, hij of zij. Moet zijn of haar creditcard of Paypal. Er zijn verschillende mogelijkheden, ja. hun bankgegevens, koppelen aan hun advertentieaccount. En dan kunnen zij ons toegang geven, Klopt. zodat wij kunnen adverteren voor hen. Dus hun bank aan hun advertentieaccount. Jij gaat het niet voorschieten. Ik wil u daar echt een sterkste afraden. Ik wil later niet terugkijken op deze video en zeggen: fuck, er zijn 50 mensen die duizend euro's in de schulden staan, mm. omdat ik dat gezegd heb. <laughs> nee, ik heb inderdaad. het u gezegd, ik heb u gewaarschuwd en ik heb die fout al zien maken. Ik heb iemand ooit gehad die dat het gedaan had. En letterlijk de honderden euro's die je nog moet krijgen van een klant die hem niet betaalt. Ik wil niet dat dat bij u voorkomt. Nope. Dus eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk is het heel simpel. Wat van u is, is van u. Wat van een ander is, is van een ander. Exact, exact. En zoals je ziet, en ik, ik wou het hier ook nog even openzetten: je gaat naar je betaalinstellingen zoals je zag op mijn scherm. En hier kun je letterlijk je betaalmethode toevoegen. Ja. En een kleine tip misschien ook nog, dat hebt jij mij al langs gezegd, is: uh, je hebt een primaire betaalmethode. En het is meegenomen, het is aangeraden om altijd een secundaire te koppelen. Want als er dan toch iets, iets zou fout lopen. Je advertenties blijven gewoon doorlopen. Ja. En het gebeurt, we zien dat wel vaak echt we gebeuren. Vaak. Dat er, dat er een, om een of andere reden. Een, bijvoorbeeld, een, je hebt deze maand gehad, of je klant heeft deze maand gehad, dat zijn creditcard nogal vrij hoog is opgelopen. En, ja. en die advertenties worden stopgezet. Want ja, je zit op je limiet en dan stoppen ads en dan stopt alles. En dat is het ja. laatste wat je wilt. Want advertenties en leads genereren is op het eind van de rit toch wel een belangrijke basis voor ieder bedrijf. Mm, Oké. Okay. Dus dan hebben we ons advertentieaccount en een betaalmethode gekoppeld. Wat nu belangrijk is, is we moeten echt alles zien. Geconnecteerd zien. Ja. Dat betekent dat het advertentieagent moet ook nog gekoppeld worden? Aan het bedrijfs-ID? Aan het bedrijfs-ID, correct. Correct. En ik raad eigenlijk aan, als je als agency, ik raad aan om alles toe te voegen, het zij voor jezelf, het zij voor de klant, voordat je alles gaat toevoegen als partner. Dat je eigenlijk gewoon één klik op de knop moet doen. Oké. Okay. Dus samengevat, want. We zijn, we zijn bijna aan heel het technische voorbij. Mm -hmm. de, de moeilijkste stappen zijn bijna gezet voordat we echt kunnen adverteren. Mensen denken soms: het is maar op een knopje duwen. Ja, you wish. Dus uh, de technische gebeuren, dat is wat we nu getoond hebben. Maar wat belangrijk is, wat Ilias nu zegt, en verbeter me als ik mis ben, is dat ik ga je exact het stappenplan vertellen. Nummer één: maak een bedrijfsmanager voor jezelf, maak een bedrijfsmanager voor de klant. Als hij dat nog niet heeft, voor alle duidelijkheid. Een groot deel heeft dat gewoon nog niet. Okay. Volgende stap is: maak een bedrijfs... Pagina voor uzelf, bij voorkeur, dat is niet noodzakelijk aanbevolen. Maak een bedrijfspagina voor de klant als hij dat nog niet heeft. Maak een advertentieaccount voor uzelf. Koppel mm -hmm. daar een betaalmethode aan. Maak een advertentieaccount voor de klant. Koppel daar een betaalmethode aan. Zijn of haar betaalmethode. Ga ja. dan het bedrijf, bedrijfs-ID dat je terugvindt in bedrijfsgegevens. Ja. Demonstreer nog ondertussen even. Bedrijfsgegevens, het bedrijfs-ID van die klant. Kopiëren, gekopieerd het bedrijfs-ID, dan gaat je naar je eigen account, je gaat naar partners en je voegt het bedrijfs-ID dat de klant aan u gegeven heeft toe en je kunt dan alles selecteren van opties die je net verteld hebt: de pagina en bedrijf- en advertentie-account, kun je dan perfect met elkaar koppelen en dan, dames en heren, gefeliciteerd. Ja, want wat we nu kunnen doen is Fenomenaal. We kunnen adverteren. Eureka, het is ons gelukt. Ja. Die moeilijkste stap is gezet: de advertentieaccount, die pagina, dat business manager, allemaal zaken die we nog nooit in ons leven van gehoord hebben. We did it. We did it. Gefeliciteerd. 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 Collega Confrater. Dus um, er is nog wel één ding. Hè? Er zijn nog een paar dingen die we oh. wel moeten doen. We zijn nog niet dus... aan een advertentie, hè, vriend, we zijn er oh. nog niet. Maar dit is. En ik ga het u laten zeggen: wat vergeet. Ja, ik, moet er, ik, nee, nee. Moet er, ik moet er een percentage... Ja, je ging er ook een percentage op plakken. Ik ging 80% zeggen. Oh, maar nog... wat vergeet 80% van de marketeers die werken voor een bedrijf, marketingbureaus, voordat ze een advertentie live zetten? Ze hebben alle technische gedaan en ze zijn hyped en excited en al die toestanden. Ze beginnen direct een advertentie te maken. Wat zien wij de meeste fout doen? Je moet een doelgroep maken. Waarom is dat zo belangrijk om dat doen voordat je advertenties rent? Je moet een doelgroep maken voor één structuur en twee... In tegenstelling tot Google-advertenties en dergelijke, Facebook werkt niet met terugwerkende kracht. En dus, je wilt doelgroepen maken op voorhand al, zodat je later kunt gaan retargeten. Dat zijn andere begrippen, inderdaad. Oeh, dat zijn dure woorden. Dat hè, zijn dure woorden. Dus, ik, ik ga, moesten ze het willen zien, dan kunnen ze het altijd hè, in de reacties, denk ik. Um, nee, laat, mij, weet, laat ja, mij weten in de ja. reacties of dat het voor u leuk zou zijn om te begrijpen en te weten hoe dat je retargeting-advertenties maakt. Wat dat eigenlijk is, is je gaat waarschijnlijk ooit al eens op een booking.com geweest zijn, op een Amazon geweest zijn. Je komt op die website, je verlaat die website, je hebt niks aangekocht, je hebt die droomreis niet ingeboekt op booking.com. Je komt op social media, Facebook, Instagram, YouTube, Google, en in één keer overal booking.com. Vergeet je bestelling niet, vergeet je reis niet, vergeet je dit Nee, ik denk, denkt, de, hoe is dit kunnen gebeuren? Wel, dat is met, hetgeen, dat is met doelgroepen die we maken. Hè. We kunnen doelgroepen ja. maken, we gaan je dadelijk laten zien hoe dat je dat nu precies doet. Als jij wilt weten hoe dat je zo'n campagne maakt, Laat het weten in de reacties, dan helpen we u graag verder. Maken we maken daar een video over. Maar wat voor nu belangrijk is, is die doelgroepen maken. En wat dat Ilias zegt, is juist. Facebook werkt niet met terugwerkende kracht. Betekende. Alle gegevens die je nu verzamelt, en je hebt nog geen doelgroep gemaakt, al die gegevens die je nu aan het verzamelen bent, tussen nu en het moment dat je doelgroep maakt, zijn weg. Facebook werkt niet met terugwerkende kracht. Bij Google en YouTube werkt het met 30 dagen, als ik me niet vergis, dagen. 30 dagen terugwerkende kracht. Als de Pixel. De pixel is een stukje code dat geplaatst wordt op een website om die gegevens te verzamelen. Moeilijke woord, heel simpel. Het is een stukje code die echt letterlijk op je website geplaatst wordt. Dat kan door een developer, door iemand, een websitebouwer, wordt daarop geplaatst. En die verzamelen gegevens. Op die manier kunnen we dus die retargeting, spectaculair woord. En spectaculair woord <laughs> om gewoon te zeggen: mensen die op een bepaalde manier, op een bepaald moment interactie hebben gemaakt met onze site, met ons bedrijf, op welke manier dan ook, Klopt. die mensen kunnen we opnieuw gaan aanspreken. Dat zijn uh, mensen die. Ja, toch warmer zijn dan mensen die nog nooit van ons gehoord hebben. Klopt. Dus we gaan doelgroepen maken. Doe dat altijd. Altijd. Okay. Maak altijd doelgroepen. Vooraleer dat je campagne live staat. Want Facebook werkt niet met terugwerkende kracht. In tegenstelling tot YouTube en Google. Go for it. Altijd. Dat is inderdaad juist. Hier kunnen we terug op het hamburgermenu. Dat is waar dat. Alles altijd gebeurt, de magie gebeurt om het zo te zeggen. Facebook wil ons dek maken, denk ik. <laughs> altijd maar met die hamburgers. <laughs> altijd met die hamburgers, ja, inderdaad. We gaan naar doelgroepen en bij mij, ik weet niet waarom, bij alle cursisten noem ik dat doelgroepen. Ik ben het enige advertentieaccount dat bij mij zegt publiek. Dus, Publ dus is doelgroepen, doelgroepbeheer of publiek, zoiets. Of publiek, ja, zoiets, helder. inderdaad. Altijd iets met mannetjes op, met mannetjes. We gaan naar publiek. En eigenlijk heb je drie soorten. Oké. Okay. Wat is nummer één? Drie soorten doelgroepen. Wat is er drie er één? soorten doelgroepen. Het eerste is een opgeslagen. Oké. Okay. Dat is letterlijk een, een doelgroep, kort uitgelegd. Een doelgroep die gaat zeggen, ik weet wat mijn doelgroep is, ik wil 20 kilometer rond de straal van Gent en alleen mannen gaan targeten. En ik stel dat al zo in dat ik straks, wat we straks gaan tonen, gewoon maar die doelgroep moet selecteren. Dat is gewoon, als dat altijd diezelfde doelgroep is, als je altijd lokaal exact. bent, en, en ene, dan is dat, kan dat je tijd besparen. Klopt. Over het algemeen gebruiken wij dat... Zelden. Nee, inderdaad. Want je kunt het nog doen achteraf. We leren het dus je voor alle duidelijkheid. Ja, ja, exact. Doelgroep, twee. doelgroep, doelgroep, doelgroep 2. Doelgroep 2, 2 is een vergelijkbare doelgroep. Okay. En als jij bijvoorbeeld een klantenlijst hebt, dan kun je zeggen tegen Facebook: vergelijk die klantenlijst met allemaal mensen in de regio die dat soortgelijke kenmerken hebben, gedragspatronen hebben en dergelijke. En die gaat die letterlijk vergelijken. Toch bijzonder dat, dat ze het allemaal bijzonder. weten. Dat is een algoritme dat. Maar ja, de hoeveelheid data die bedrijven als Facebook, Instagram, YouTube, Google hebben, dat is onvoorspelbaar. Zij weten meer... Ik denk dat die bedrijven meer weten over mijzelf dan dat ik over mijzelf weet. Ja, ja exact. Het is crazy. Ja. Dus ja, laat het algoritme een werk doen, zou ik zeggen. Ja. Goed, dus we hebben inderdaad een vergelijkbare doelgroep, we hebben een opgeslagen doelgroep. Wat is de derde? De derde is een aangepaste doelgroep. Een aangepaste doelgroep. Dat is eigenlijk, eigenlijk de leukste, vind ik. Dat is ook waar <laughs> dat je inderdaad kunt gaan spreken over die retargeting, mm -hmm. maar dat is ook waar dat we gewoon uh, bepaalde zaken in kunnen aanduiden. Mensen die interactie gehad hebben met je website, klantenlijst uploaden, uh, lead formulieren. Ja. Dat is wat wij vandaag gaan laten doen, want wat wij doen voor bedrijven is online lead generatie. Bedrijven die nooit op zoek zijn naar meer potentiële klanten, mensen die offerten aanvragen doen, waardebepalingen aanvragen, mensen die dat een dag pas, een week pas aanvragen. Al die soorten. Een dakanalyse. Oh, het zoveel dingen. Oh my god. Sky is limit. The... Oh, the oh. limit. Oké, okay. dus er is een, een aangepaste doelgroep. Er zijn heel veel mogelijkheden. Wij gaan niet laten zien hoe je een lead formulier maakt. Opnieuw. Als je dit één keer gedaan hebt, dan kunnen dat voor de rest van je leven. Dus dat is niet zo moeilijk. We gaan laten zien. We gaan u één voorbeeld geven. Wees daar zelf creatief over. Volg niet altijd exact wat er Doe ook... Denk ook voor uzelf na. Betekende, we gaan u nu een doelgroep. een aangepaste doelgroep laten maken. van mensen die in het leadformulier die het Liedformulier bezocht hebben. Ja. Oké. Okay? Ja. Dus die mensen gaan we nu. gaan we een doelgroep voor maken. In de afgelopen 30 dagen. Ja, oké. Okay. Ja, exact. Dus. Uh, we kunnen inderdaad kiezen, wat zeide jij? Iedereen die het formulier heeft geopend. Of geopend, vanaf voilà, bekeken. Geopend, ik zei voilà. bekeken, als bij een website is een website bekeken. Klopt, inderdaad. Je hebt inderdaad verschillende dingen. Gebruik inderdaad het logisch verstand. En, uh, en dan dagen, behoud. Wat zeiden jij? 30, 30 dagen. Ja. En wat ik u wil aanbevelen, uh, hier selecteert je dan je leadformulier. Um, hebben geen, ik denk dat we geen leadformulier we hebben op hebben dit account staan. niet. We hebben nog account. geen leadformulier staan. Dus het eerste wat we gaan moeten doen. Als wij een, is een campagne klaarzetten, we gaan eens een zeggen hoe dat je die in concepten zet. En dan gaan we ja. hier naar terugkomen om dit verder te demonstreren. Want dit moet klaarstaan voor we dat we de campagne live zetten. Dan beginnen we vanaf de seconde dat die campagne live staat, direct data te verzamelen. Direct data. En inderdaad. dat willen we niet missen. Dus daar kunnen we eens op terugkomen. <coughs> voilà. Um, het laatste, eigenlijk het belangrijkste. En ik zeg dat tegen iedereen altijd: zorg voor de juiste structuur. Zeg altijd als jij er aan uit kunt, dat is het belangrijkste. Ja. De benaming bedoelde. De benamingstructuur, inderdaad. Um, ik ben fan van het klant zijn naam daarop te zetten. Misschien zijn voornaam zelfs. Zolang als jij er dan uit kunt, klant zijn naam. En dan zeggen van, oké, okay, in dit geval formulier van... En dan formulier geopend bijvoorbeeld. Dat je weet, formulier geopend. En dat je dan daarna daarachter schrijft, dat doe ik ook altijd. Ik weet niet of dat jij dat doet, 30 dagen. Ja. 30D. Ik jij... deed nooit de klantnaam, want ik zat in de klant zijn account. Maar ik de deed de rest van. Voilà. Zolang als jij er aan uit kunt. De juiste structuur en benaming. Ja. Ook al het is je... puur voor jezelf. Echt puur voor jezelf. Maar als jij morgen honderd klanten hebt en dat kan heel snel gaan, <laughs> dan wilt oh, je. honderd oh, ja. klanten gaan nu zo rap nee. nog niet meer. <laughs> Ik snap toch, het. toch, Voilà. Dus uh, de juiste benaming. Vanaf het begin. Wat dat je... Zorg ervoor dat je nu al de goede systemen, processen en een basis hebt. Dat op het moment dat je groeit, dat je niet alles wat dat je ervoor allemaal al gedaan hebt en dat niet meer gestructureerd is en structureel in het algemeen is. Ja, dat je dat niet al moet beginnen wijzigen en aanpassen. Je wilt geen koppen hebben later. Dus zet je al in die positie voor te kunnen groeien naar meer klanten en dat het nog altijd overzichtelijk blijft. Exact. Schenk daar even de aandacht aan. Het is nu dat je het moet doen. De juiste gewoonte creëren. Absoluut. Absoluut mee eens. Als je het nu niet doet, dan moet dat je het morgen ook niet doen. Goed. En dan klik jij maken waarschijnlijk en dan klopt. komt hij hierin terecht. Wij gaan nu demonstreren hoe ze een campagne maken. Dan kunnen we dat formulier maken, kunnen we hierop terugkomen en dan kunnen we klikken op zetten hem live. Ja, klopt. Ja, goed idee. Goed. Ja, dan gaan we een campagne maken, denk ik. Oh, nu zijn we er echt. Nu, nu is het voor echt. Nu gaan we effectieve campagne maken. En we gaan terug onze hamburger eten. <laughs> en we gaan nu naar de echte magie. Het advertentiebeheer. Oh my god. Spannend. Hier hebben we zo lang op gewacht right. jij kunt hieruit van hier een campagne maken. Ik ben fan en dit, vooral dit menu ziet er heel vaak anders uit. Dat is effectief ik wou, onder Ik zweer het, 17 ik wou net zeggen: dit ziet er bij mij volledig anders uit. En het is zo bijzonder hoe dat ze daar zo hard met testen, want dat is het eigenlijk wat ze doen. Klopt. Wat mooi is, by the way, want veel mensen proberen een campagne live te zetten en direct een lucky shot te hebben, een lucky strike te hebben en hopen dat het van de eerste keer prijs is. Maar zelden gebeurt het dat het van de eerste keer prijs is. De eerste keer dat je ging gaan fietsen, was het ook niet van de eerste keer prijs, en konden daar zonder aan de beginnen fietsen. De eerste keer dat je probeerde te wandelen, ben je het 70 keer eerst op je bek gegaan, als kind zijnde. Alles heeft een tijd nodig. En er moet getest worden, wat werd wat werd niet. En dat doet Facebook ja, voor zichzelf. Maar die lijn moeten we ook doortrekken als marketeer zelf. Wij moeten van alles testen. Zodra laten we zien wat dat de volgorde is, wat dat onze volgorde is, om te testen. En dan kun je daar voor jezelf. Ja, mee verder. Maar wat ik vind het echt belangrijk om met u te delen, ik weet dat veel mensen perfectionistisch zijn en zeggen: ja, het moet van de eerste keer prijs zijn, bingo zijn, raak zijn. Klanten verwachten dat van mij. Nee, dat is niet waar. Alles is testen. Dus dat is belangrijk. Bon, Facebook doet dat ook. Daarom hebben zij verschillende pagina's. Bij u kan het er iets anders uitzien. Maar maken of campagne of campagne maken, ja, dat is bij iedereen hetzelfde, laat dat eerlijk ja, zijn. Ja, dat wel. Dat wel inderdaad. Het is goed dat je dat inderdaad aanhaalt. Oké, okay, verder. Ik ben fan van hier naar dit menu te gaan, campagnes. En dan heb ik de befaamde layout. Oké. Ik zeg befaamd, maar... Wat dan, wat dan misschien nog belangrijk om mee te delen is met mensen, is er zijn in, in een advertentie op Facebook... Facebook en Instagram is één, by the way. Ja. Maar in een advertentie op Facebook zijn er, er eigenlijk is de structuur zodanig eh, simpel. Er zijn drie onderdelen, ja. hè, drie verdelingen, die dat je kunt, uh, kunt zien bij een Facebook-advertentie. Nummer 1 is de campagne. En in de campagne kiezen we een campagne-doelstelling. Wat willen wij bereiken met die campagne? Wat is onze doelstelling? Lijkt me voor de hand liggend. Mm -hmm. Tweede is een advertentie-set. Een advertentie wat Een advertentie-set. En eigenlijk is dat niks meer als ze gaan bepalen wie wil ik dat mijn advertentie te zien krijgt of wie wil ik dat. Of wie wil ik dat mijn advertentie ja, te de zien krijgt? Ja. Ik ging zeggen, de klant zijn. Ideale klanten willen we gaan bereiken, de demografie willen we gaan bepalen, we willen gaan kijken waar wil ik die advertentie plaatsen, ja. right? Op Facebook, nieuwsoverzichten, uh, in, in verhalen, noem maar op, er zijn verschillende mogelijkheden. En dan hebben we, dus als het advertentie set, dan niet meer dan dat is. En dan drie, we hebben een doel bepaald, we hebben bepaald wie onze advertentie te zien krijgt, maar in onze advertentie zelf, wat wil ik? Dat die persoon te zien krijgt. En dat kunnen we dus bepalen in onze advertentie zelf. Heb ik dat zo mooi gezegd? Dat was eigenlijk echt bangelijk. <laughs> Gerst op de taart. <laughs> ja, mooi. Dus jij gaat ons laten zien hoe we nu zo'n campagne echt maken. Dit is de fun stuff waar mensen waarschijnlijk nu al een half uur op aan het wachten zijn <laughs> of twee minuten geen idee hoe lang jij weer bezig bent. Maar het moet, het moet duidelijk zijn: moet het mensen, echt duidelijk maar, zijn. mensen snappen niet dat je met geld speelt. Je speelt met ondernemers hun geld. Mm. En die snappen vaak niet dat dat cruciaal is om te het begrijpen wat dat we nu gezien hebben. Exact, exact. Um, Beginnen bij het begin, inderdaad. We gaan nu effectief klikken op Maken, onze campagne maken. En dan ziet hier een layout van verschillende campagne-doelstellingen. In alle eerlijkheid, waar wij ons op focussen 99% van de tijd, het zijn leads, ja. lead-generatie. Je hebt andere doelstellingen, maar. We gaan daar niet te diep op ingaan, nee, dat is voornamelijk nee. voor bedrijven die branding doen. Ik denk aan bijvoorbeeld Plot. een Nike, denk aan een Zalando. Dat zijn bedrijven die. Coca-Cola bedrijven, die, ja, die hebben geen leads nodig, hè. die hebben een heel de wereld bereikt, die hebben gewoon naamsbekendheid nodig en die pompen veel geld om hun advertentie aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Klopt. Dat is het, wat aan hun boeit. Maar wat ons boeit en onze klanten boeit, waarvoor ze ons betalen, is om conversies te genereren. Leads. Ik vind het leuk dat je het had conversies, want dat is wel een belangrijk begrip. Klikken op leads, klikken op volgende. Wij eigen allemaal uit. En dan zitten we hier. Heb jij een liedformulier nageduid, expressformulier? Dat komt nog. Dat okay. komt nog. Jij bent erop. <laughs> All right. nieuwe campagne. Oh, hier zijn niet al te veel opties, wat dat goed is. Um, waar zal ik over gaan? Je hebt categorieën wat je kunt aanduiden als jij bijvoorbeeld voor adverteert. Oh, vroeger bestonden die nee, dingen allemaal niet. Ze zijn ik zo streng het. geworden met die regels en covenres. Altijd voor een campagne lanceert. Lees na wat de advertentiecategorieën zijn. We gaan hier geen duizend jaar aan schenken. Dat is nee. voor weinig mensen echt relevant. Maar er zijn daar, als jij een van die speciale categorieën bent. of adverteert voor een van die categorieën. Lees dat na en selecteer het als dat het geval is. Dan heb je gewoon minder mogelijkheden over wie dat jij aanspreekt. Makelaars, bijvoorbeeld. Kunnen niet kiezen. Ik wil mensen aanspreken tussen 21 en 25 jaar. Die kunnen enkel mensen tussen 18 en 25. Die kunnen dat niet wijzigen. Die kunnen mannen en vrouwen discriminatiegewijs en dergelijke mogen ze dat niet doen. Dus dat is een aangepaste categorie, een speciale categorie. Dat is Jeet. kort samengevat. We gaan er niet. Het, het nee, staat nee. er letterlijk. Lees dat voor jezelf na. Exact. Je hebt hier nog een aantal opties. Eigenlijk het belangrijkste dat je van de nieuwe campagne moet bepalen, is u. Yes. Staat hier nu weer anders: avantage campagnebudget. Wij noemen het altijd CBO. En CBO, wat dat eigenlijk doet, als ik dat twee seconden ga uitleggen, dat zorgt ervoor dat jij Facebook het werk laat doen. Letterlijk. Ja. Ja. Je zegt tegen Facebook: Doe het werk voor mij, bepaal het algoritme hoe dat jij het wilt sturen en Facebook gaat daarin richten. Hoe e, e, ik ben lui, ik geef <laughs> u geld, doe, doe werk. Ja. <laughs> dat, is, dat, is, dat is wat je min of meer zegt. Pas op, ze, dat is nog o, niet he? slecht, hè? Nee, nee, ik ben er heel harde fan van, van CBO-campagnes. In alle eerlijkheid. En dat is wat we hier kunnen doen. Misschien is goed dat we iets korter toelichten of iets nog eens meer inlichten. Een campagne, budgetoptimalisatie, of hoe dat het daar staat. Mm -hmm. In mijn tijd was het gewoon CBO. Um, wat dat eigenlijk simpelweg is: je geeft Facebook een vast bepaald bedrag per dag. Ik geef een voorbeeld: 20 euro per dag. Daarmee gaat Facebook gaan bepalen welke, campagne, welke advertentie liever, welke advertenties het beste werken. En wat dat volgens hun het beste werd, volgens hun algoritmes. En zij gaan meer geld naar die advertenties sturen dan naar die andere. En je hoeft daar niks voor te doen, zij doen dat gewoon voor je. Voor u. Dus dat is echt wel interessant voor, in mijn beleving, voor mensen die heel weinig tijd hebben. Die, uh, ja. die zeggen van, kom, ik geloof in Facebook, zijn algoritme. En vaak, geloof het of niet, werd dat ook wel nog iets beter. Ja. ja Je hebt minder ik... controle. Dat wel. Je mm. hebt minder controle. Maar je geeft de controle aan een algoritme dat volgens mij veel meer weet dan wij weten. Exact. Maar goed... Exact. Dat is een keuze die je moet maken. Exact. Ik ga dat nu afzetten, want er is inderdaad nog een andere optie waar ik ze bied wil overgaan. Ja. En dat heeft ook zijn voor- en nadelen. Dus uh, dat is dat. Als jij die zaken hebt geïnstalleerd, dan is het enkel nog een benaming geven. En ik ga daar ook niet overgaan, per se heel diep. Het belangrijkste dat ik mm -hmm. doe, is ik geef de benaming aan de hand van de instellingen dat ik heb gekozen. Klopt. Als ik CBO heb gekozen, of avantage campagnebudget, dan zal ik dat ook zo afkorten in mijn benaming. Zodat ik in één overzicht altijd weet, dat is een CBO-campagne. Mm -hmm. Meer niet. Moet je daar nog iets aan toevoegen? L lijkt me helder. Ik, ja. zeg het, ik denk dat, dat het duidelijk is dat wij, vooral Ilias, heel veel aandacht schenkt aan de manier waarop hij zijn campagnes, de benamingen van zijn campagnes, de benamingen van zijn doelgroepen, hoeveel belang hij daaraan hecht. En de reden waarom hij daar belang aan hecht is omdat we met en gotcha, mijn eigen marketingbureau, heel veel klanten hebben. En als we heel veel klanten hebben, mogen we geen kop in hebben. We moeten heel gemakkelijk en heel snel allemaal de campagnes kunnen terugvinden. Dus we hebben een vast bepaalde structuur. En als je groter wordt, dan heb je. Ja, dat is een, een luxe probleem, maar dan moeten echt wel heel gemakkelijk dingen kunnen terugvinden. door een goed overzicht, een structureel overzicht en een vast overzicht, vast structuur. Exact. Dus, dat is de laatste keer dat we erover spreken. Het is belangrijk, begrijp dat belangrijk. Begrijp ik. Het feit dat we het herhalen, herhaling is een kunst. Let's go. Zalig. Als we dan inderdaad onze campagne hebben opgezet. Well, stuk van onze campagne. Dan gaan we inderdaad naar die advertentie set. En dat is waar we inderdaad alles gaan bepalen. Nu naar demografie, doelgroepen, al die soort zaken. Allright. Um, hier is het belangrijkste. Aangezien we met leadformulieren werken, dat we dat ook zo aanduiden. Express formulieren. Yeah. Leadformulieren, express formulieren. Uh, je hebt hier nog een taal van andere opties. Wij gaan vandaag voor express formulieren gaan. En wat zijn de andere opties? De andere opties wat, is een, wat is een bekende optie? Bekende optie: hetgeen dat wij ook, ook vaak doen, is website. Ja. En mijn website, dat is dan niet per se altijd een website. Dan kun je dan funnels, en whatever. Um, landingspagina. Landingspagina. Kort, samen, ja. inderdaad. Um, dat kun je ook als optie. En dan als mensen op uw advertentie klikken, wat dat was, biedt gaan doorgaan, de advertentie, dan komen zij in de plaatsen op een formulier, komen zij op een landingspagina, op een aparte pagina, dat kan een website zijn, je ziet vaak ondernemers of, of adverteerders die dat brengen naar een aparte website, een aparte landingspagina, de website zelf, of naar een formulier binnen Facebook. Het is laagdrempeliger, het is binnen Facebook wordt dat gemaakt, je hebt geen technische ervaring nodig, dat is de simpelste manier voor de startende marketeer. En vaak, wat wij vaak doen met onze klanten, is wij testen de twee. We maken een aparte landingspagina. En dan doen we de campagne naar, naar website. En wij doen ook een formulier zodanig dat we kunnen testen wat werd nu het beste. Ja. Wat wij vandaag gaan laten zien is een formulier, een uh, expressformulier op Facebook. Um, om de simpele reden dat dat het simpelste is, het eenvoudigste is. Want als we gaan hebben over website, dan moeten er heel veel andere oh ja. kopijn, oh. dingen gebeuren sinds kort, lang, lang leven Facebook. Dus we gaan het hebben over. Expressformulier. We laten nu zien hoe je zo'n formulier maakt en hoe belangrijk dat, dat is. Yes. Voilà. Zo gezegd, zo gedaan. We gaan eronder. En dat is hetgeen dat ik er juist wou zeggen, inderdaad. Is, mm -hmm. die, uh, is het verschil tussen CBO-campagnes en ABO. Advertentie, budgetoptimalisatie. En daar het voordeel is, je geeft inderdaad nu de controle aan jezelf. In de plaats van aan Facebook, dat je zegt van Facebook, spendeer het en doe je ding. Wanneer gebruiken we ABO? In mijn beleving, als jij zegt ik ken mijn doelgroep totaal niet, maar ik wil meerdere advertentiesets hè, want je kunt meerdere advertentiesets hebben, is dat je zegt tegen Facebook, Facebook, ik wil testen op Gent. Ik wil testen op Antwerpen, maar ik wil beide gelijke kansen geven. Dus ik wil tegen beide zeggen: ik spendeer 10 euro op Gent, 10 euro op Antwerpen. En nu heb ik geen sturing in Facebook. Het heeft voor jou nadeel. Als je echt wilt gaan testen, omdat je echt je doelgroep wilt begrijpen. Kunt je wel eens ABO. Ja, of een test. ander voorbeeld is: je wilt gaan testen tussen verschillende interesses. Ja, ja. ja we dat moeten perfect. mensen mogelijkheden geven: interesses, ja. locaties, geslacht. Oh, geslacht, plaatsingen. Plaatsingen. Wat zijn plaatsingen? Ja, dat is waar wilde dat je advertentie gezien wordt. Kunnen we allemaal zoiets laten zien? Laten we ook ja. zoiets zien. De sky is the limit. En er is geen goede en fout. En uh, wat belangrijk is, is dat je gewoon test. Test. Dat is echt het woord, testen. Want het gaat niet. Allemaal ineens lukken. Klopt. Je moet ontdekken wat werd en je moet ontdekken wat niet werd. En dat doen we door wat we nu aan het demonstreren zijn. Voilà. Let's go. right, we hebben ons budget. Hier kunnen we dan onze datum plannen. Ik ben altijd fan van een dag op vooran een, uh, een dag weg te schuiven. Als dus ja. jij zegt van ik wil dat plannen. Meens. Ik doe datzelfde. Jij ook? Een dag later. Ja, altijd. De reden waarom ik dat doe, ik, ik wil ook altijd vertellen waarom ik ja, dingen doe ja. dat mensen dat begrijpen. Uh, de reden waarom ik dat een dag later en ik vermoed jij ook, als gij, vooral wij werken met vrij grote budgetten. Dus als jij bijvoorbeeld 1000 euro per dag zal spenderen, nee, dat is misschien overdreven. laten we zeggen 100 euro per dag. Wat dat je doet en het is het eind van je werkdag, je hebt een 9 tot 5 en je gaat op het eind van je dag gaat het toch nog, heb je een klant binnengehaald en gaat er advertenties voor hun en het is 6 uur, 7 uur en je maakt, je volgt dit stappenplan, je zet je campagne live. Duurt een half uurtje misschien, en je zet dat live. Ja, het probleem daarvan is dat Facebook zijn van die mensen die, geld, die graag geld hebben. En het probleem daarvan is dat ze dan in dat half uurtje, uh, in, in tot 12 uur, dat budget dat je hebt, dat je normaal voor heel de dag hebt, gaan de, in, in die paar uur dat ze nog hebben tot 12 uur opspanderen. Dat willen we vermijden. Heb je dat niet geschat in een restaurant voor YouTube? Maar ik zweer het, ik heb dat echt oprecht ja, gehad. He? Ik heb op YouTube gehad en ik was hoeveel oh, was ik kwijt? Dat was een Duis, duur restaurant. Ja, ik denk over de 2000 euro. Ja. En uh, dat was een van de laatste dagen van de maand en YouTube werd iets anders. Kort samengevat, YouTube werd over een bepaalde termijn hebben zij een bepaald budget. Stel voor 100 euro per dag, maal der, bij ons was het veel meer op dat moment, maar al 30 dagen. Ze hebben 3000 euro per maand. Zo kijken zij ernaar. En er was ja. heel weinig budget gespendeerd. Dat ze op het eind een van de laatste dagen van de maand ging ik op restaurant. Ik kwam terug van het restaurant drie uur later of zo. En ik was over de 1000 euro kwijt. Die had er los al mijn geld gespendeerd. Ik dacht: what is happening? Dus een uh, goede les uh, bij deze. Bij deze startdatum dacht <laughs> je er nou kunt er niks mee misdoen. <laughs> Alright. Dan. Het belangrijkste, dat is eigenlijk uw doelgroep. Dat zijn uw demografische gegevens. Ik heb er juist uitgelegd. Die opgeslagen doelgroep, die kunnen we hier gaan selecteren als we die hebben aangemaakt. En dan, dan zegt u tegen Facebook hier mijn geselecteerde doelgroep. En anders is het gewoon dat je nu zelf manueel, bepaald, ja. manueel inderdaad, waar je, je advertenties op wilt richten. En wat ik wel belangrijk vind aan die locaties, is: ik ben altijd fan van mensen die op deze locatie wonen. Dat is wel iets heel belangrijks. Dat is als je met lokale ondernemers werkt. Bijvoorbeeld dat je in vastgoed zit en mensen zoekt. Ik, ik woon in bijvoorbeeld in uh, Gent en ik ben op zoek naar een vakantiewoning in uh, Knokke. Dan is dat een andere situatie. Denk na voor met wie jij samenwerkt Klopt. en wie onze ideale klant is. Dit moet jij bespreken als jij met ondernemers samenwerkt. Bespreek dit met de ondernemer. Zij kennen hun doelgroep, hun klanten het beste. Laat hun, hun klanten, hun ideale doelgroep omschrijven. Vraag hun leeftijden, een ideale leeftijd. Vraag waar ze naar op zoek zijn, wat hun interesses zijn, wat de regio is enzovoort. Verder, alles wat je hier ziet staan, vraag dan die klant en jij weet precies wie dat je moet aanspreken. Exact. Voilà. En dat is inderdaad, trek trekt die lijn door met leeftijd. trek trekt die lijn door met geslacht. Ja, daar is niet veel over. Allee, dat is gewoon bespreken met je klant. Wie is die ideale doelgroep? Iemand van 18 jaar, tussen 18 en 24. De kans is heel klein dat ze vandaag nog een huis kunnen kopen. Zou dat dan je geld spenderen aan misschien 1% die dat wel kan. Dat is een afweging die je moet gaan maken. Dat is een keuze die je moet gaan maken. Um, en vastgoed is een slecht voorbeeld, want die zit in die speciale advertentiecategorie. Maar ik wil, u een, ik wil u die analogie geven dat je begrijpt dat je moet nadenken. Denk vooral na. Nou, ja. Wat mensen vaak niet snappen, is dat bij mij 80% van mijn campagne gebeurt naast mijn campagne. In die zin dat 80% van mijn werk gebeurt via Google Docs, marktonderzoek. Mijn doelgroep begrijpen, de doelgroep van mijn klant begrijpen. en niet hierin, niet in dit dashboard. Ik zit zelden tot nooit in dat dashboard. Dat is enkel alleen om te kopiëren en te plakken. Alle wat aan mijn marktonderzoek is geweest. wie is mijn ideale doelgroep, wat wil ik dat zij zien, wat wil ik dat ze horen, wat wil ik dat ze lezen, enzovoort. Welke interesses hebben zij, dat gebeurt allemaal naast dit platform. Dat wil ik toch gezegd hebben. Dus... Klopt, en, en, en om daar rap iets over in te pikken. hoe dat jij marktonderzoek doet voor Facebook-advertenties, dat is eigenlijk heel leuk. Je tikt letterlijk in in Facebook. Facebook advertentiebibliotheek. En dat is ook waar je goed marktonderzoek... Dat heb je gewoon getwijfeld al gebruikt. Dat is waar je marktonderzoek inderdaad ook mee kunt doen. Hè. Super, super vet. Facebook, Goed dat je dit aanhaalt. Facebook ads library, Facebook advertentiebibliotheek, Facebook ads library. Pop ergens een link of uh, zet het in de omschrijving. Ja. <coughs> dat is eigenlijk is dat spionage. <laughs> ja, eigenlijk wel. V Facebook zegt letterlijk, we hebben hier een bibliotheek van mensen die op, op het moment aan adverteren zijn op ons platform. Een typ een pagina in een bedrijfsnaam in en je komt al die advertenties te tegen. Stel je voor dat ik in de fitnesssector zit. Je hebt Basic Fit bijvoorbeeld. Ja. Ik zit in de fitnesssector. Ik wil kijken wat doen de goede bedrijven. Welke bedrijven zijn momenteel actief op Facebook en Instagram? Welke bedrijven zijn momenteel uh, met campagnes bezig? Ik typ die naam in. Ik zoek dat op en ik kijk. Ah, ze hebben advertenties erin. Wat doen zij? Wat zeggen zij? Wat is hun? Wat is een aanbod? Ja, exact. Right? En ik, ik maak notitie daarvan. Ik doe mijn marktonderzoek. Ik maak notitie van wat al die bedrijven doen. En dan op die manier kan ik, ik mijn eigen, uh, ah, mijn ja, eigen variatie, eigen versie, mijn eigen vorm maken, ja. mijn eigen versie maken. En ik hoef het wiel niet eruit te vinden. Dat is zoals Pablo Picasso zegt. Het zijn de beste die stelen, maar ze stelen, maar niet op de, die manier dat je denkt. Maar ze gebruiken de beste elementen van de, van de goede. Ja. En ze maken er een eigen unieke mix van. Yes. Heb ik ooit eens gelezen? Ah. De Pablo. De Pablo. De Pablo. Goed. Dus dat is uh, Facebook advertentiebibliotheek. Dat is heel simpel. Uh, je typt een pagina in en, en je krijgt alle advertenties van die pagina te zien. Yes. Goed. All right. Als we dat allemaal hebben gedaan, dan kunnen we inderdaad het laatste... Dit is kiezen. denk ik het laatste van de advertenties dat we echt gaan bespreken. Klopt. Jij kunt ervoor kiezen tegen Facebook om te zeggen... Facebook plaatst mijn advertenties op elk mogelijk iets. En dan hebben we het over verhalen... Overzichten, in stream advertenties, video's, marketplace, al die zaken. Maar je kunt er ook voor kiezen uh, om te zeggen, handmatig, want no. ik wil bijvoorbeeld enkel en alleen mijn advertenties op overzichten plaatsen. Ja. En of stories. Je... Of alleen op Facebook? Of alleen op Facebook en niet op Instagram. Je kunt een of alleen... campagne maken voor alleen. Opnieuw, hier is testen, er is geen goed en fout. Nope. Als je veel budget hebt, kun je veel testen. Je minder budget, je minder ruimte om te testen. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Ja, track. Je kunt de campagnes maken puur en alleen op Facebook. Facebook nieuwsoverzicht. Je kunt de campagnes maken alleen op verhalen. Campagnes alleen op Facebook, Instagram, nieuwsoverzichten, Facebook verhalen. Instagram verhalen. Je kunt zo ver gaan. The sky ja. is the limit. En opnieuw, er is geen goed en fout. Je moet ergens beginnen. Je moet data verzamelen. Want meten is weten. Maar je kunt niet meten als je niks online zet. Nope. Dus je moet testen. Dat is een super cruciale. Zet iets online. Kijk of het werkt. Hoe reageert de markt erop? Reageert de markt er positief op? Ah, nice. Misschien moeten we dan iets verder gaan. En iets anders testen, iets nieuw testen, iets bijkomend testen. Dat is wat we toch wat hebben. Wat wij doen. Ja, exact, exact. Voilà. En dan zijn we er. Dan zijn we letterlijk al door onze advertenties set. Het enige dat we nu nog moeten doen dat is weer al die elementen die we hier hebben nageduid, meenemen in onze benaming. Goede benaming, en dan kunnen we voortgaan naar het volgende. Doe een voorbeeld. Bijvoorbeeld, we hebben mensen tussen de. We hebben dat nu niet geselecteerd, maar bijvoorbeeld mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar. Straal van 20 kilometer Gent. Op facebook nieuwsoverzichten. Gent en dan inderdaad Facebook. En dit is vooral alle duidelijkheid live on the spot. Uh, niet voorbereid. Ilias, dit is hoe dat Ilias zijn advertenties Ongeveer. structureert ja, in exact. grote lijnen. Goed, dan kunnen we naar de laatste stap gaan. En dat is waar ik denk ik opnieuw veel mensen op aan het wachten waren. En dat is... <laughs> De effectieve advertentie, wat mensen visueel te zien krijgen wanneer dat ze een Facebook-tijdlijn uh, openen, of een Instagram-verhaal of tijdlijn openen, nieuwsoverzicht openen. Dat is wat dat we nu gaan maken. En hier zouden we 100.000 uur over kunnen babbelen, want dat gaat heel ver. Dat gaat over copywriting. Mijn geloof is dat, ik heb het jaren geleden gezegd toen dat niemand mij geloofde. Ik zei toen, toen we met de 300 cursisten die we hadden, ik zei jongens: Facebook heeft het moeilijker en moeilijker met een update die ze gedaan hebben, IOS gewijs, IOS 14, bal kop hè, En de. De hoeveelheid beperkingen die we nu hebben, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, zijn gigantisch. Er zijn veel minder mogelijkheden om mensen aan te spreken, om de juiste doelgroepen te bereiken, etc. Dus wat is crucialer dan ooit tevoren is, converterende teksten schrijven. En die converterende teksten schrijven, dat is, wat ik... dat is 80% van je advertentie. Niet de knopjes die we hier net allemaal ingetypt hebben en geklikt hebben en geduwd hebben. Nee, nee, nee. 80% van het succes van je advertentie wordt bepaald door de teksten die we nu gaan schrijven in het advertentie. De teksten en de afbeelding, het visuele. Dus pendeer daar de meeste tijd aan om dit goed te doen, dit goed te maken. En geloof me, het succes van je advertentie wordt hierdoor bepaald. Net zoals bij YouTube. Niet de knopjes, dit. Oké, okay? psychologie, niet technologie. En um, dat gaan we overlopen. Dat gaan we overlopen, <laughs> Heel ja. kort dat overlopen. Het is inderdaad wel belangrijk dat je Copywriting, dat is, oei, dat is alles. Copywriting Klopt. is alles. Yep. Um, eerst en vooral onze media, onze foto's. We kunnen dat hier... Beeldmateriaal. Beeldmateriaal, er staat hier niks of... Er staat hier wel iets. Je kunt media bewerken klikken. En dan kun je hier je media uploaden, selecteren en ervoor kiezen. Ik heb nu al iets gepakt. Klikken op volgende. Je kunt dat dan bijsnijden. Ook daar zijn de mogelijkheden onbeperkt. Een kleine, een kleine tip: en een ja. verbinding als ik mis ben: vierkantige foto's werken het beste. Ja. En de reden waarom dat, dat, dat is, is simpel omdat je meer real estate hebt, vastgoed hebt op het platform. Een afbeelding. 1080 x 1080 is groter dan een afbeelding 1920, 1080. Mm -hmm. Zeg ik dat juist? Klopt, klopt inderdaad. Dus ja. je, hebt meer, je, hebt een heel, je hebt een heel vierkant in plaats van een brede streep. <laughs> ja, ja, exact dus, exact. dus ik wil je aanbevelen om vooral te gaan voor uh, vierkante ja, foto's. Vierkante foto's, exact. Um, het, vooral duidelijkheid, dat is iets wat je kunt testen, waar je mee kunt spelen. Ja. Het hoeft nu niet per se, het moet een vierkant zijn, want anders werken mijn ads niet. Nee, dat boeit niet. Maar ik geef u raad mee van wat wij gezien hebben, dat net iets beter converteert. Dus geef het een kans, geef het op zijn minst een kans om te proberen met vierkante ads. Yes, inderdaad. Alles is testen. En dan gaan we naar onder. Dan haat die mensen toch zo hard als ja, je dat zegt. He. Wow, andere, ja. andere keer. <laughs> vooral ondernemers hadden, oh, testen, testen, testen. Ja. ja het al is iemand succesvol ziet worden vanaf de eerste keer. Beeldtuin. Zelden. Zelden. Het gebeurt wel. Niet. Bon. Het gebeurt. Bon. Dan. We hebben onze teksten. Die we letterlijk van ons Google document, waar we eerst ons onderzoek voor hebben gedaan, gelijk dat jij mooi hebt aangehaald, die gaan we letterlijk hierin plakken. En onze primaire tekst, dat is de tekst, ja. die, die mensen kunnen doorlezen. En de ja. eerste twee, twee drie zinnen. Typ van zaken, en ik ga. Ik ga u mijn formule vertellen of de formule die ik geleerd heb. Uh, en er zijn 1 miljoen formules om goede converterende teksten te schrijven. Lees copywriting, boeken enzovoort. Dat wil ik u echt sterk aanbevelen voordat je, dat je gewoon rap, rap iets online zet. Schrijf proper taal AN. Right? Um, je vorm, u vorm, dat is oké, okay, maar geen dt van. Probeer dat zoveel mogelijk te beperken. Um, hier is een belangrijke, of dat is een manier waarop ik mijn teksten schrijf. Dat is een raamwerk dat ik gebruik. En dat is de aida formule Ik denk voor vele mensen bekend. AIDA staat simpelweg voor Attention, Interest, Desire en Action. Kort samengevat: Attention, dat zijn die eerste, de eerste twee, drie zinnen mm -hmm. van een advertentie. Dat is wat mensen te zien krijgen voordat je op Lees Meer moet klikken. Die eerste twee, drie zinnen, je wilt de aandacht trekken. Dus op verschillende manieren kun je dat doen. Je kunt dat doen door een vraag te stellen. Aan uw ideale doelgroep, bijvoorbeeld de fitnesscentra. We zijn op zoek naar vrouwen bijvoorbeeld. Of mensen in het Ameen die willen vermageren. Dan kan uw vraag zijn, in uw eerste zin, bij, wilt jij vermageren? Nu, je mocht dat niet zo expliciet, expliciet doen. Ik wil even disclaimer, lees het privacybeleid van Facebook voordat je dit luistert naar wat ik zeg. Lees het privacybeleid. Want anders stel je voor dat iemand geblokkeerd ja. wordt. En dat is mijn fout. Maar ik wil u duidelijk maken dat de mensen die niet willen afvallen, gaan helemaal uw advertenties niet beginnen lezen. En dat is goed. Je wilt die mensen skippen, want we willen uiteindelijk geen mensen die geen interesse hebben in wat we doen, nee, dat is klop. tijdverlies. Dus uh, je wilt die mensen aanspreken die wel effectief interesse hebben in wat we te doen hebben. Dus die mensen die zich aangesproken voelen met afval, die gaan erop klikken, die gaan meer willen te weten komen. Dus je kunt dat doen door een vraag te stellen, je kunt dat doen door te zeggen dat wij op zoek zijn naar vrouwen die willen afslanken of die fitter en slanker enzovoort willen worden. Ik geef je een voorbeeld. De aandacht trekken, wees creatief en kijk naar wat de andere succesvolle adverteerders doen. Interest kunnen doen door iets interessants te schrijven. Ja, dat lijkt me vanzelfsprekend. Daarvoor had Ling het ligt. iets interessants schrijven. Een verhaal vertellen werd altijd storytelling. Oh, storytelling, klopt. 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 Desire, wat willen mensen en wat kan ik hun geven? Bijvoorbeeld, vrouwen die willen afslanken. Misschien kan ik hun, ik geef een voorbeeld, hun verlangen is, ik wil in negen weken of in acht weken afslanken. Hoe kan ik dat doen? Ah, hier, dit is hoe dat wij het gaan doen voor u en met u. En dat is bijvoorbeeld een voedingsplan, een trainingsschema op maat, een, uh, een volledige lichaamsanalyse, uh, een volledig schema voor als je buiten gaat eten, wat mocht jij eten, wat moet jij niet eten. Dus daarmee gaat het dat verlangen gaan aanspreken. En dan, tot slot, is de actie. Wat wil jij dat die mensen doen als ze klikken op die advertentie? Wat wil jij dat die mensen gaan aanvragen? Bijvoorbeeld, vraag uw informatie aan, vraag meer informatie aan. Klik op de knop voor. De gratis training. Bekijk mijn gratis training door hieronder te klikken. Allemaal goede mogelijkheden. Je wilt daar duidelijk in zijn. Ga er niet van uit dat iemand weet wat je moet doen als hij een fantastische tekst gelezen heeft. Je moet duidelijk zeggen wat jij wilt dat ze ja. doen. Zo'n veelgemaakte fout. Dus zeg duidelijk, klik op de knop hieronder voor puntje, puntje, wat dat jij wilt dat je nodig hebt. Dus kort samengevat, hoe dat ik overal, over het algemeen mijn advertentieteksten schrijf is een fantastische formule. Je kunt er alles over op het internet over vinden: de aida formule De aida formule ja. Goed. Allright. Wanneer hebben we dat hebben gedaan? We hebben onze hoek, hè, onze eerste twee zinnen. We hebben onze tekst geschreven. We kunnen dan inderdaad nog onze koptekst schrijven: de headline. De headline, ja. Niet onbelangrijk, zeer belangrijk eigenlijk. Ja. Dat is wat dat mensen hieronder kunnen zien. Hallo. De koptekst is voornamelijk, sorry ik je onderbreek, ja. maar de koptekst gaan we vooral gebruiken om, onze, om aan te moedigen wat dat mensen moeten doen. Mm -hmm. Dat is, dat is Google. Toch, ja. vraag hier uw vrijblijvende offerte aan. Probeer dat kort en krachtig te maken. Gratis training bekijken. Right? Gratis offerte aanvragen. En dan heb je de knop zelf van Facebook en die vertelt u dan ook nog eens wat, dat ze, moeten doen. Dat is wat dat ze effectief gaan aanvragen. Klopt. Wat dat ook kan, is dat uw koptekst. Ondersteunt wat dat uw tekst zegt. Het probleem alleen bij een kodding is dat je, zegt, je beperkt zit in hoeveelheid letters. Yep. Yep. inderdaad. Um, en dat moet ook in lijn liggen met uw, uw, uw knop. Je gaat hier niet zeggen: vraag uw offerte aan, om dan hier te zeggen: nu boeken. Nu boeken. Nee, klopt. Probeer dat in lijn. Over het algemeen, wat wij over het algemeen altijd gewoon gebruiken, meestal meer informatie. Meer informatie. Dat kunnen we eigenlijk praktisch niet zien Zo'n Dat is wel een mooie tip: meer informatie, je er nooit iets mee mis. Klopt. Klopt, inderdaad. Um, en dan als laatste hebben we nog een omschrijving. Klopt. Iets wat niet altijd getoond wordt. Nee. Maar in een omschrijving kun je zaken zetten, zoals bijvoorbeeld slechts 20 plaatsen, vol is vol. Op is... is op. Ja. La, laatste kans. Zo van die cities en, en dergelijke. Klopt. Ja. Wat schaars te creëren, dat werkt ook altijd heel goed bij de omschrijving, mm. maar je kunt daar ook iets vertellen over je bedrijf. Fantastische service, 300.000 ja. miljoen 424 mensen geholpen. Ja, <laughs> wees creatief daarmee. Wees, wees creatief. Um, Controversiële advertenties werken ook altijd heel goed, maar let op voor reacties dan. Dat is altijd met controversie. Oké, okay, dus dat is de omschrijving. Alright. Nu kunnen we ons formulier maken, veronderstel ik, of zijn we er nog niet? Exact, we zijn er. We Mooi. Kunnen, we kunnen het formulier maken. En aangezien dat je in het begin hebt gekozen voor expressformulier, dus zal hier ook een knop staan: leadformulier maken. Idee waarom dat toch dat bijzonder hoe dat ze niet in lijn werken. Ja. Jij moet hier niet naar kijken. Kijk niet naar wat dat Facebook doet. Kijk, luister wat ik u nu zeg. Probeer in lijn te zijn met alles wat je doet. Right? Ja. Dat je teksten in lijn liggen met je koptekst. Dat je koptekst in lijn ligt met wat er op je. Wat we nu gaan maken, je formulier staat. Alles in lijn, dat altijd alles in lijn is. Niet zoals hier. Dan een expressformulier en dan plots een formulier. Dat is niet in lijn. Voor sommige mensen. Ik heb ooit de code gehoord. A confused brain always says no. Mm -hmm. Een verward brein zegt altijd nee. Dus verwar mensen niet. Maak het zo laag en zo simpel mogelijk. Let's voilà. go. Let's go. Formulier maken. Je geeft dan een naam. Je gaat eigenlijk, eigenlijk. Nee. Je gaat naar de instellingen en je zorgt dat de taal in Nederlands staat. Althans, ik doe dat in het Nederlands. Jij doet ermee. mee. <laughs> um, en dan... Ik ben koppig, ik wil het in een andere taal. Ja, ik ben dat... Arabisch zeggen, maar. Russisch dankjewel. staat er ook tussen. <laughs> we kunnen naar inhoud gaan. We geven ons formulier een naam. Nu raad ik aan om direct een naam te geven aan de hand van uw aanbod dat je hebt gecreëerd in de copywriting. Uh, en dan kiezen we hier. Oh, dit is puur voor jezelf, by the way. Dit is puur voor jezelf, inderdaad. Wij gaan meestal altijd voor meer volume. Om een idee te geven, bijvoorbeeld, als je in de fitnesscentra zit. En uw tekst gaat over een vier weken challenge. Wel noem je formulier dan vier weken challenge. Right? Dat dat niet twaalf weken challenge is, dat is niet alleen. Nee, klopt inderdaad. Want als jij morgen een nieuw formulier wilt maken, klopt. dan wil je dat inderdaad een andere benaming geven, ja. benamingen. Allright. Dan hebben we hier een aantal zaken dat we kunnen toevoegen. We kunnen afbeelding toevoegen. Al die zaken die zijn wel belangrijk, vind ik. Om ja. een afbeelding toe te voegen. Het visuele. Laat um, mensen zien, gezichten werken ja. altijd. We gezichten. hebben heel weinig echt gesproken over de fotoafbeelding buiten een vierkant. Maar gezicht, lachende gezichten werken altijd, spontane ja. mensen werken altijd. Ja. Laat gewoon niet zien dat je gewoon een fucking bedrijf zijn. achter elk bedrijf staan een mens, staat een CEO. En een CEO is een mens. Ik haat het als mensen zeggen B2B, B2C. Nee, nee, wij doen mensen naar mensen. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Dus laat mensen ook gewoon zien. Voel je niet beter aan een ander. Laat uw gezichten zien. Dat is een tip die ik wil geven. Of een tip die jij kunt geven aan andere ondernemers als jij daarmee samenwerkt. Laat uw gezicht zien. Ja. Het is oké. Okay. Dat is mooi, mooi gezegd. Is... Wij zijn één. Vlees en bloed. We zijn één. Hier kunnen we dan een, een groet doen. We kunnen een koptekst maken, beschrijving eraan toevoegen. Dat is allemaal in bespreking met je klant en je gezond verstand en wat dat je hebt aangeduid in de copywriting. Um, ik denk in mijn beleving: het belangrijkste zijn de vragen. De vragen die je gaat vragen. Um, over het algemeen, als mensen starten en ze hebben volume nodig en ze willen even genereren, ja. ze willen laten zien wat het werkt, dan starten de meeste mensen of starten wij over het algemeen met alleen naam, e-mailadres en telefoonnummer. Exact. Dat is, dat is Naarmate dat we meer, meer leads beginnen genereren, meer data krijgen, meer volume krijgen, dan beginnen we te filteren en beginnen we meer en meer vragen toe te voegen. Dus voor nu gaan we laten zien of dat je naam, e-mailadres en telefoonnummer aanvraagt. Inderdaad, je kunt die hier slepen. Ik zal altijd eerst volledig naam, e-mailadres en wat dat hier nog niet tussen staat, maar dat je inderdaad aanbeveelt, is hier contactvelden, telefoonnummer nog vragen. Ja. Dan kunnen we die ook weer slepen. Het zijn Mooi. verplichte velden en mensen moeten dat hier verplicht invullen. Ja. Voilà. That's it. Je kunt nog meerdere vragen toevoegen, maar zoals je aanhaalt, kunnen we het lagdrempelig houden. Beginnen met data te verzamelen en dat doen we dus door het laagdrempeliger te maken dan dat nodig is. Voilà. En dan hebben we een privacybeleid. Hier kunnen we een link toevoegen. Stel dat je een website hebt of dergelijke ja. waar je mensen nog naartoe wilt leiden, dan kan dat. En dan Dit ook... is het privacybeleid vooral duidelijk. Ah ja, ja, ja. ja inderdaad. Dat ik niet verward. Privacybeleid, daar kun je een link in steken. Over het algemeen hebben we websites, hebben de klant waar je mee samenwerkt, ja. of als je dit voor jezelf doet, over het algemeen heb je een website en op ja. 99% van de gevallen heeft een privacybeleid. Dus kopieer de link van je privacybeleid. Heb je geen privacybeleid? Eerst en vooral, you're fucked. Nee, dat is niet waar, maar zorg ervoor dat je er toch een hebt. Maar als je dat niet hebt, zet dan de, de, de domeinnaam van je website. Ja, voilà. En als, je da als dat gebeurd is, dan kunnen we hier nog een bericht toevoegen en dat is inderdaad wanneer je mensen nog optioneel nadat zij het formulier voor duidelijkheid ja. hebben ingevuld, naar een website kunt laten En hier zie ik ook leiden. veel gemiste kansen, lieve mensen. In die zin dat belangrijk op deze pagina is dat je echt nog eens zegt van ey, bedankt voor je aanvraag, bedankt dat je interesse getoond hebt in de vier-weken-challenge, de acht-weken-challenge. Vier acht mensen zijn echt heel snel vergeetachtig. Er is ooit zoiets gezegd dat wij mensen een kortere... Geheugen hebben dan een goudvis. Wel, ja. Ik geloof dat echt, dus ik wil u echt aanmoedigen om daar echt nog eens samen te vatten wat ze net aangevraagd hebben en wat de volgende stap is. Gaat uw klant die binnen de 24 uur contacteren, schrijf het neer. Gaan ze binnen de 72 uur een e-mail sturen, schrijf het neer. Wilt gij dat die persoon die zijn gegevens achtergelaten heeft, u contacteert? Schrijf het neer. Schrijf altijd alles neer. Correct. Ja. Mooi gezegd. <laughs> Mooi gezegd, ja. Um, moet ik hier nog iets aan toevoegen? Nee. nee. Ik wil voilà. het inderdaad aanbevelen. Je kunt een link, een link zetten, dat is naar de socials of naar, naar de website om nog wat meer data te genereren daar. Maar ja. dat is een, een optionele. Een optionele. Voilà. Prachtig. Prachtig. is toegevoegd. Ongelooflijk. En hier zie je dan staan, Formulier vier weken challenge in dit geval. En dan ben je eigenlijk rond met je advertentie. Hoe kunnen we mensen die hun gegevens achterlaten, waar vinden we die gegevens terug? Hoe kan die klant zijn gegeven, die contacten die zijn gegevens in, invullen, hoe kan hij die, die contacteren? En uh, hoe gebeurt dat? Goeie vraag. Belangrijke vraag. Je gaat hier uit het menu, je hebt alles gemaakt, alles staat in concept automatisch. Het staat nog niet live. Hè? Het staat nog niet live. Nee, dus je nee, moet nee. niet panikeren als je dit ziet. Dat is oké, je goed, je nog alles aanpassen. Exact. Je ziet hier je campagniveau, advertentieset en advertenties. En wat we hier gaan doen, als jij inderdaad die resultaten wilt gaan downloaden, dan gaan we naar euh, advertentieniveau. En dan gaan we hier zien bij de kolom resultaten. Hier staat nu nog niks, maar daar hier kunnen we dus niks, downloaden. Daar gaan we die kunnen downloaden. De klant kan die daar downloaden. Klant kan die daar downloaden. Dat is goed dat je dat aanhaalt, want als jij geen beheerder bent, we hebben we nu in het begin het verschil uitgelegd tussen beheerder en partner. Als je geen beheerder bent, dan mocht jij je... er zeker van zijn dat je tegen het obstakel gaat botsen dat jij die niet kunt downloaden, maar je klant wel. Klopt. Maar dat is dan... kopijn. Dat, zijn... dat is kopijn. Ja. Eerlijk is eerlijk, dat is kopijn. Ja. We hebben een alternatief. We hebben een alternatief. Het We... ga het zeggen of mag ik het zeggen? Go for it, ik gun het u. We maken gebruik van Zephyr. Dat is een tool. Ja. ja, dat is eigenlijk een, een tool een connectie je... tool. Een connectietool, een tool dat verschillende platformen met elkaar connecteert. Met ja. elkaar communiceert zonder coderingen. Gewoon met elkaar doet communiceren. Heel simpel. Klopt. En, en daar verbind jij letterlijk alles mee. En dan kun jij op een heel simpele manier alle gegevens terugvinden. Als ook de klant krijgt die dan in zijn mailbox. Wat dat in mijn beleving zoveel simpel is. Zeeper is trouwens een gratis platform. We zijn geen affiliate. Maar Zeeper is een gratis platform ja. dat je kunt gebruiken tot 100 taken per maand. Sweet. En. Um, Ilas gaat u nog een korte demo geven over hoe dat jij een zeepje koppelt met dit account, met het account van de klant. Op die manier komen leads, gegevens die verzameld zijn via de advertentie, automatisch in de mailbox van de klant terecht en kan die klant die beginnen opbellen. Alright, ik ga u een hele korte demonstratie geven hoe dat jij met zeepje kunt omgaan en hoe dat jij dan de leads op een eenvoudige manier naar uw klanten gaat sturen. En eigenlijk is het heel simpel. Als jij in zeper bent ingelogd. Je hebt een account aangemaakt of dergelijke. Dan kun jij hier klikken op Create a Zap. En zoals, ik, zoals we in de training ook zeggen. Het kan er misschien ook weer anders uitzien. Ook bij Zeper. Al die softwareprogramma's focussen op de psychologie en niet op de technologie. En als we hier zijn, dan moeten we een trigger aanduiden. Dus in dit geval gaan wij werken omdat we met een lead formulier werken, klik we op lead en dan zien we hier Facebook Lead Ads. Zie zo. En dan klikken we op een event, in dit geval een nieuwe lead. Continue. Voilà. En dan moeten we een account kiezen. Dus in dit geval is dat gewoon uw eigen Facebook bedrijfsmanager dat je kiest. Voilà. Continue. Dan kiezen we een pagina. Voilà. En ik ga hiervoor deze. Ziezo. En dan Form, dan kiezen we het juiste formulier aan. In dit geval, we hebben enkel Formulier 4 Weken Challenge gemaakt. Maar als je er meerderheid zorgt, dat is waarom ik zeg, zorg dat, heel Allee, zorg dat je de juiste benaming geeft. Dus in dit geval klikt je op Formulier 4 Weken Challenge. Voilà, Continue. Test trigger. Voilà, we found a lead. Zeer goed, we klikken op continue. En nu willen we dat er een e-mail wordt gestuurd naar de klant als hij een nieuwe lead heeft binnengekregen via het leadformulier dat wij zo net hebben opgesteld. Dus we klikken hier op e-mail by Zapier. Voilà, event send outbound e-mail, want dat is uiteindelijk wat we willen. Je hebt ook niet veel andere opties. Voilà. En hier ik ga hier heel snel doorgaan. Toe is het e-mailadres van de klant dat jij manueel moet typen, manueel. Een onderwerp. Altijd aangeraden is een onderwerp bijvoorbeeld nieuwe lead op te contacteren. Zoiets soortgelijk dat die klant weet: "Oké, okay, ik moet die lead hier contacteren." Voilà. En dan body. Dat zijn de gegevens dat de klant krijgt dat mensen hebben ingevuld in het formulier. Dus jij weet Oké, okay, in dit geval het formulier, we hebben dat zo opgemaakt dat ze enkel naam, telefoonnummer en e-mailadres willen vragen. Wat je hier dan kunt doen is schrijven naam, dubbel punt. En dan hier selecteren. Wat vraag ik hier? Volledige naam. Hier, volledige naam. Voilà. En dan, wat kun je nog? Um, E-mail. Voilà, en dan klikken we hier verder. E-mailadres en dan als laatste telefoonnummer, want dat zijn alle drie gegevens die ik vraag. Telefoonnummer. En je zou weer dan nog een mooie mail kunnen maken van: Hey, klantnaam, dit zijn de gegevens die we hebben ontvangen. Contacteer die met vriendelijke groeten en dan bijvoorbeeld uw naam. Ziezo. Misschien dus kunt dat voor jezelf nog veel mooier maken. En dan from name, dat kan dan uw eigen agency zijn, dat je zegt van. Dat die, dat die klant weet dat dat van u uit komt, zogezegd. Voilà. En ik ga hier gewoon even iets anders doen. Voilà. Voor de rest moet je hier niks in aanduiden. Je kunt je eigen in cc zetten. Dat je zegt, ik wil ook die leads ontvangen. Maar dat is in dit geval niet noodzakelijk. Ik ga dat toch alleszins niet doen. Anders eh, gaat mijn mailbox heel snel volgeraken. Voilà. En dan klikken we hier op required fields. Ik ga dat even allemaal invullen. Voilà. Continue. En dan kun jij die testen. Of jij kunt zeggen skip test. Ik ga dat nu skippen. Voilà. Skip test. <coughs> en dan kunnen we vervolgens die zap van Zapier gaan publishen. Gaan toepassen. Maar voordat ik dat doe, ik, ik doe altijd hier de juiste benaming. Zoek dus weer klantnaam. Leadformulier. Bijvoorbeeld. juiste benaming. Dat ik Straks een goed overzicht heb van wie of wat. Alright. En dan kan ik die zap gaan publishen. En dan zou ik ook altijd testen. Met je klant krijgt je alles goed aan. En dat is de beste manier in ons beleving om, uh, om je leads te gaan downloaden en om je leads te verzenden naar de klant. Dus bij deze. Alright. Nu, het enige dat we nog moesten doen, was naar onze doelgroepen gaan. Onze campagne staat nog niet actief. Er staan in concept, maar we moesten nog naar doelgroepen gaan. Klopt. En dan, dan het live zetten, hè? En dan li ja, ah, ja. Ja, ja, tuurlijk. Als we dan onze campagne <laughs> moeten, moeten live gaan. Dus we zitten hier bij doelgroepen. Check altijd zeker dat je in het juiste advertentieaccount zit, De info. We gaan onze aangepaste doelgroep maken. Leadformulier. formulier. Hetgeen dat we er juist hebben overlopen. En nu kunt je de juiste pagina selecteren hier. Voilà. Formulier 4. weken challenge. Jee. Prachtig. Voilà. En wat, je, wat ik wil aanbevelen, en Ilas zal er één, zal ondertussen één doelgroep maken, maar wat ik wil aanbevelen is dat je meerdere doelgroepen maakt. Hoe meer dat je er hebt, ze pakken die niet van je af. Wat ik wil aanbevelen is volgende. Zeven dagen website, 7 dagen bezoekers. 30 dagen, 90 dagen en 180 dagen. Wat zijn de drie opties, Ilias? Je hebt mensen die je uh, formulier bekeken hebben of geopend, geopend hebben. Geopend, maar niet verzonden hebben. Dus dat zijn mensen die inderdaad geopend, maar niet verzonden hebben. Dat zijn, uh, dat zijn allemaal mensen die we opnieuw kunnen aanspreken en later komen. Daar moeten er ook 7 dagen, 30 7 dagen, 30 dagen, 90 dagen, 180, 180 dagen. Want 180 is het maximum. En dan als laatste... Geopend en verzonden. Geopend en verzonden, net hetzelfde verhaal. 7, 30, 90, 180. Dat is even twee minuten werken, dus dat ene keer en nooit meer. Set and forget. Ja, ja mooi gezegd. All right. Ik heb mijn bename gegeven. Ik heb het formulier doelgroep maken. Prachtig. En gebaseerd op deze doelgroep... Ilias heeft er net gepraat over een vergelijkbare doelgroep. Op deze doelgroep kan hij nu een vergelijkbare doelgroep maken. Ja. Dus allemaal mensen die... Soortgelijke interesses, eigenschappen hebben volgens Facebook. Daaraan kun je je advertentie laten zien. Uh, ik heb daar zelf in het, in het verleden eigenlijk niet zo heel veel succes mee gehad, maar goed, Ook niet. Iedereen, is, iedereen is anders, geef het op zijn minst een kans. Het is een doelgroep die dat je kunt maken. Dus dat is hoe, dat je, een campagne, dat is hoe dat je een doelgroep maakt. Die campagne moet nu nog gepubliceerd worden. Lilas gaat je laten zien hoe dat je die campagne nu effectief live zet, want ze staat in concepten. Je hebt je doelgroepen ondertussen gemaakt. Eén keer zetten en forget, en nu is de campagne live zetten. Yes. Dus we gaan terug naar campagne, klikken hierop. En we zien hier, dat is onze campagne. Ik check nog altijd alles even dubbel, gewoon heel kort. Ik ga dat nu niet doen, maar je checkt altijd alles dubbel. Je hebt één advertentie in dit geval. Moeten we laten zien hoe dat we er set misschien... Zet hem eerst live en dan kunnen we ja. er nog eentje bij maken om te laten zien. Ik heb nog, een, uh... ik heb nog iets leuks voor u. Ja, maar Kel, oh. hoe moet ik testen? Wel, ik heb een volgorde voor u die jij kunt volgen, wat in mijn beleving de beste manier is om te testen om je advertentie zo succesvol mogelijk te maken. All right. Klikken op publiceren. De magie. Prachtig. Leuk moment altijd. Die moment oh, altijd, En dan hoopt jij vanaf seconde 1, please, Eureka, Kurti gaan we goed. succesvol. <laughs> ja, Kurtie, gaan we succesvol aan advertentie vanaf seconde 1, please. <laughs> Voilà, je ziet nu dat hij is aan het verwerken. Dus dat wil zeggen, Facebook controleert je advertentie. En 9 van de 10 wordt die goedgekeurd. Binnen de 24 uur over Binnen het algemeen. De... Ja. Okay. Voilà. Nu, je hebt je campagne. We hebben nu al een paar keer gezegd: ja, maar testen, testen, testen. Ja, dat, dat is echt heel belangrijk. En de manier waarop wij starten, is één campagne, één advertentie zetten en over het algemeen vier advertenties. Ja. Um, en dus wat wij over het algemeen testen, is deze volgorde. En jullie, als je kunt dat hier laten opzommen, onder ja. elkaar. Is nummer 1. Beeld. Beeldmateriaal. beeldmateriaal Beeldmateriaal is omdat het de simpelste en de snelste manier is om te zien, uh, om, om te, in, te implementeren, om te testen Klopt. wat werd en niet werd, welke afbeelding werkt het beste, welke video werkt het beste, dat is het gemakkelijkste. Daarnaast hebben we de hoek. In de hoek is niets meer dan de eerste twee, drie zinnen van uw advertentie. Die gewoon eens omwisselen. Ja. Andere, andere eerste twee, drie zinnen. De rest allemaal hetzelfde. Blijven. Alles blijft hetzelfde, behalve twee, drie. Eén belangrijk ding: altijd maximaal één variabele. Niet en een afbeelding veranderen en, een, en de, in de hoek. Velde, de afbeeld, velde hoek. Wij doen de volgende, volgende volgorde: 1. Is advertentie. De, de, afbeelding, sorry, no. de afbeelding, het beeldmateriaal, het video. Twee. De hoek. Dus de eerste twee, drie zinnen. Drie. De headline. Vier. De headline is ook de, de, de koptekst. Ja, ja, Facebook ja, noemen de koptekst, wij noemen de headline. En vier is de primaire tekst, dan pas die lange blok. Dat is onze volgorde. De volgorde die dat wij nou, 100.000 euro aan advertentie hebben uitgeven, dat testen we op die manier altijd. Yes. Voilà. Ik zou nog kort kunnen laten zien, heel kort, hoe dat je een kopie maakt. En ja. van daaruit kun je inderdaad de verschillende dingen gaan testen. Dat en toon dan hoe je een andere afbeelding doet en dan kunnen, we, dan kunnen we hieraan... We maar hebben ik er zeker van dat iemand een succesvolle campagne gaat maken. Oh ja, 100%. <laughs> Klikken op kopie maken, de oorspronkelijke campagne, want je zet ze in je huidige campagne. Je kunt hier drie kopies dan van maken. Bijvoorbeeld. Wat dat dat je is wat ik hebt. gezegd heb. Eén Campagne, één, ad één set en vier advertenties. Yes. Daarom heb je er drie kopieert en dan vier verschillende afbeeldingen. Ja, dus je hebt hier afbeelding 1. Je kunt dat dan... Hè. We hebben al een benaming gegeven, om het zo te zeggen. Hier kunnen we dan alles hetzelfde laten. Maar hier klikken we op media bewerken. Media verwijderen, soms is dat nodig. Afbeelding toevoegen. Media. En dan kunnen we hier zeggen... Voilà, een andere afbeelding. En zo doet je dat bij alle vier, als je zegt van: Ik wil hier vanuit vier verschillende foto's starten. Zo doet je dat letterlijk overal. Ja, meer is het niet. Meer is het niet. Ik hoop dat je vandaag geleerd hebt hoe je winstgevende advertenties maakt. Hoe winstgevende Facebook- en Instagram-advertenties maakt. Dielas, ik wil jullie ook vandaag bedanken voor uw bijdrage, voor de hulp. En ik ben er zeker van dat je heel duidelijk hebt kunnen. Aantonen hoe dat je advertenties maakt. Opnieuw, ik ben mij 100% bewust van het feit dat dit heel overweldigend kan klinken. Ik ben er ook zeker van dat als je neemt wat we hier vandaag gedemonstreerd hebben, getoond hebben, maar vooral ook geluisterd hebt, notities gepakt hebt, dat je je eerste of je volgende succesvolle campagne gaat kunnen maken voor andere klanten of voor andere ondernemers of voor jezelf, voor je eigen bedrijf. Ik ben er zeker van dat je ook dingen bijgeleerd hebt die andere marketeers je nog nooit zullen verteld hebben. Ik weet wat wij in het verleden fout gedaan hebben. Ik weet de lessen die we geleerd hebben. Zoals bijvoorbeeld die doelgroepen. Neem dat mee. Maak die fout niet. Ik ben er zeker van dat klanten nu met heel veel plezier duizenden euro's per maand gaan betalen. Om te doen wat wij hier vandaag gedemonstreerd hebben. Neem dat ten harte. Voor de rest, mijn naam is Kjell hier. Mijn missie is om mijn mensen leven te veranderen. Ik wil u vragen om deze video te liken als je ze waardevol vond. En ik wil u ook vragen om u te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Want elke week upload ik meermaals super waardevolle video's om uw leven beter te maken. Voor nu. Tot binnenkort. Bye bye.